Goedemorgen iedereen! Nah. Welkom terug bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. En hey, mijn lens is zoveel. Wat is dat hier? Wacht hè, we gaan dat juist een keer fixen. En 3, 2, 1, ja. En een nieuwe video vandaag. Vandaag gaan we naar de Rommelmarkt in Oost-Rozenbeke. Het is wel een eindje rijden, maar hey. En dan, ik heb toch niks te doen. Dus we gaan dat gewoon doen hè. Het is een Rommelmarkt van normaal 450 standen. Dus ik hoop dat dat wel in orde gaat zijn hè. Goed, allee, we gaan ook even trekken. Let's go! Yeah! Voilà die mensen, dat was de Rommelmarkt hier in Oost-Rozenbeke. Het was wel veel minder dan dat er in het boekje stond. In het boekje stond er daar 450 standen, maar ik denk dat er misschien een kleine 100 stonden of zo. Maar maakt niet uit, ik heb wel het een en ander gevonden. Niet zoveel, maar ik ben toch wel blij met wat ik gevonden heb. En we gaan dat nu zometeen een keer tonen. Let's go! Yeah. Voilà die mensen, we zijn terug van de Rommelmarkt en we gaan nu een keer tonen wat we dus allemaal gekocht hebben. Dat was een Rommelmarkt in Oost-Rozenbeke. Het was wel de moeite, maar ik heb wel niet zoveel gekocht, want lijkt dat ik al gezegd had, er stond op in het boekje dat er 450 kramen stond, maar ik denk dat er maar 100 stonden ofzo. Dus, maar doet er niet toe, we hebben een paar dingen gevonden. We gaan dat nu een keer tonen. Voor mijn eigen heb ik 3 titels gevonden. 3 in totaal. De eerste was voor 1 euro Jackie Chan's First Strike. Voilà. Heb ik nog nooit gezien. Maar wat er wel een beetje irritant is. Ik weet niet of je het kan zien. Denk het niet. Maar het is een beetje waarschijnlijk hinten van een douw of zo. Van 's morgens vroeg. Is het een beetje nat. Dus ik ga die... hoe noem je dat? Dat papiertje ga ik een keer moeten uithalen en een keer schoon laten drogen, want het is een beetje nat van binnen. En ik denk, als ik dat zo in mijn kast ga zetten, dat dat gaat beschimmelen. Dus dat gaan we niet laten gebeuren natuurlijk. Jackie Chan's First Strike. Voilà. Dan de volgende film is met Al Pacino en Sean Penn. Heb ik ook nog niet gezien. Is ook wel een klassieker, denk ik. En dat is Carlito's Way. Voilà. Dus heb ik ook nog niet gezien. Was ook 1 euro, dus ik denk wel dat dat een goede film zal zijn. Laat het een keer weten in de comments. Dan iets wat ik nog nooit van hoorde. Het was een serie van 10 afleveringen van 60 minuten. Een Scandinavische thrillerserie. Mensen, als je weet wat dat is, laat het alsjeblieft een keer weten. Het noemt Jord Scott. Voilà. Ik heb het vanachter een keer gelezen en het zag er like wel over een ontvoering van een meisje of zoiets. Ik weet niet wat het zus nog is. Maar kijk, Jord Scott, alsjeblieft, als je dat hier ziet en hebt het al gezien, laat een keer weten of dat goed is, ja of nee. Dat ik het gewoon weet. Hè. Voilà. Dat was eigenlijk de 3 titels dat ik gevonden heb voor mezelf. Maar dan heb ik nog voor mijn goede vriend Koen, heb ik nog 4 figuren gevonden, actiefiguren. Ik denk dat dat van de Turtles is, maar ik ben niet zeker. Ik denk van wel, maar ik ben echt niet zeker. Dus hier hebben we Kikkerman. Nee, ik weet echt niet. Ik denk dat het van de Turtles is, maar ik ben niet zeker. Dus deze heb ik gevonden. Ze waren allemaal 4 euro het stuk, maar ik heb ze kunnen kopen voor 4 voor 10 euro. Dus dat is ook goed, hè. Voilà, dus deze, Kikkerman. Dan hebben we Muisman. Biker Mice from Mars. Voilà. En die hier. Ze zijn wel nog in heel goede staat. Echt hoor. Perfect. Er is niks aan. Geen verfschade. Juist hier een heel klein beetje aan zijn schoen hier. Zo. Dus Biker Mice. Voilà.
En dan hebben we ook nog van de Power Rangers. Dit noemt dat Ninjetti. Ninja. Ja, ik weet het niet. Het is alsof van de Power Rangers, dat weet ik. Voilà. Dan deze. De Rode Ranger. Dat is... staat daar een aap op? Zo. Aapman. En dan hebben we ook nog... de Pink Ranger. Voilà. En daar staat er een... een vogel op. Vogelvrouw. Voilà. Kijk. Voilà. Dat is al wat ik gevonden heb. Dus drie titels voor mij. En die vier ventjes. Het is wat dat is. Ik kan er ook niet aan doen. Maar soms vind je geen veel. Soms vind je niet veel. Als ik niet veel vind, is het goed voor mijn portemonnee. Als ik wel veel vind. Als ik wel veel vind, is het goed voor mijn collectie. Hè? Ah, ja, voilà. Het is altijd positief. Altijd. Gelijk wat je doet. Je moet uit alles het positieve halen. Uit alles. Zelfs al gebeurt er iets mega erg. Bekijk de positieve kanten van dat erg zijn. Weet je wel? Of zoiets. Goed, oké, voilà. Dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. Wanneer dat gaat zijn, weet ik veel. We gaan het wel zien, de mensen. Allee, weet je wat? Salut!